Maaike Wierik, hoe teleurgesteld ben jij? Ja, heel teleurgesteld. Dat is gewoon een waardeloze avond uiteindelijk. Want ik vind nog steeds dat wij niet hadden moeten verliezen en ook absoluut niet hadden mogen verliezen. Ik neem aan dat je wel eens blij was dat het weekend was na die hectische vrijdag. Ja, dat sowieso. Maar je bent ook sportman om te presteren. En als je dan nu met zo'n toch een kutgevoel van het veld staat, is gewoon waardeloos. Nee, nog een kut weekend. Ik vind het onvoorstelbaar. In standaard situatie staan we te slapen. Ik kreeg 1-0 tegen en voor de rest is er niet veel aan de hand. Ondanks dat ik ons eerste helft niet goed vond spelen. De tweede helft zet je eigenlijk met de rug tegen de muur. We staan volgens mij met 8 man in 9-16. Dat is echt genoeg. Dat is een goed recht. Alleen dat zegt wel dat wij ook wat goed deden. Want we waren aan het drukken en aan het pushen. Dan moet je net die goal maken. Voor Kian was het ontzettend jammer dat hij hem niet maakte. Ik vond dat hij uitstekend inviel en heeft het goed gedaan. Ik had hem niet alleen hem gegund, maar ook onszelf natuurlijk. Dan vind ik dat wij een verdiend punt hadden gepakt als iedereen was gegaan. Want ik vind niet dat wij heel hard te verliezen zonder dat wij heel groot gespeeld hebben. Zeker de eerste helft niet. Ja, dat zou wat zijn, hè, Kian Slot, als hij die bal gemaakt had. Ja, nee, zeker. Het is mooi dat je ziet ook dat Groningen genoeg talenten achter heeft. Dus dat is goed. Het is jammer dat hij zich niet kan belonen. Maar er zit potentie in. Het is mooi om te zien en dan kunnen we mee verder. Vorige week euforie na de winst tegen Ajax. En dan verlies je hier weer. Ja, dan tellen die punten bij Ajax eigenlijk ook niet meer, hè? Nee, dat waren bonuspunten. En die moet je vandaag verzilveren. Dat hebben we niet gedaan. Ik heb dan nou met 3 of met 1 punt was. Maar nogmaals, het telt niet. En nu hebben we niks. De eerste helft, heel weinig kansen aan beide kanten. Jullie kregen de eerste mogelijkheden pas in de 21ste minuut met Romano Postema. Ja, dat klopt. Maar volgens mij hebben ze normaal geen kans gehad. Ja, dus 1 kans, maar dat is buitenspel. De vlag weer een half uur later. Daar word ik helemaal scheidsziek van. Vlag dan gewoon gelijk. Ik vind het echt gewoon waardeloos, echt kloten gewoon. Nogmaals, we hadden onszelf moeten belonen van vorige week. Dat doet het zo goed. Dat is gewoon zuur vandaag. Nog een kut weekend. Weet je waarmee ik opviel in deze wedstrijd? Jullie achterin heel veel tikken, de bal naar elkaar toe spelen en dan zetten zij heel hoog druk. En jullie kwamen er soms niet uit. Nee, maar je moet ons wel opties bieden achterin om er doorheen te kunnen voetballen. Dat gebeurde vandaag te weinig. En dan kwamen we wel via de zijkant vaak naar Deo of naar Django. Dan hebben hun ook te weinig afspelmogelijkheden. Zo kwamen we continu eigenlijk niet verder naar voren. En de tweede helft ging een stuk beter. Maar dat kan dat de tweede helft een stuk beter ging. Ja, omdat we de buitenspelers misschien wat wijder speelden en ook wat meer diepte in het spel kwam. Ik moet zeggen, Roestjes viel prima in. Ik kwam toch meer dreiging. Samen met Kian, die heeft ook prima gedaan. Daar kunnen we mee verder. Dan moet je jezelf belonen. En dat doe je niet. Dan is het gewoon een waardeloze avond. Jullie begonnen de tweede helft gewoon goed. Jullie zetten ze vol onder druk, creëren kansen, vooral met Joël Zorro. Maar het geluk valt dan ook niet, hè? Ja, maar ik geloof niet zo in geluk. Dat moet je afdwingen. Dat hebben we gewoon niet genoeg gedaan vandaag. Dat is zonde. Ja, Messoudi die kwam er nog in. Die kreeg ook nog een hele grote kans die hij net naschoot. Schiet hem ook net naast. Dan valt hij net niet. Dat is zonde. Maar ik hoop dat we dat volgende week kunnen rechtzetten. Ja, volgende week weer een nieuwe kans, zeggen ze dan. Maar ja, het moet wel weer de winst om weer aan te sluiten naar boven toe. Ja, zeker. Zeker. Vitesse speelt ook gelijk vandaag bij daarna, zag ik. Dus we moeten wel naar Vitesse toe. Dan moeten we volgende week winnen. Succes. Dankjewel.